vorige keer in Jordi's season. Hebben jullie Harco gezien? Waar is hij? Annie, ik heb Oya. Ik wil weten waar mijn patiënt ligt. Wat is dit voor gedoe? Je hebt helemaal niet de bevoegdheid om in de muipvleugel te kunnen. Dat is hem toch altijd wel de kick in. Mensen, hoe is hij gewoon in de war? Maar dan komt hij er wel in de war. Hanante, kayate. Pokémon tas. Wat is er nou weer aan de hand? Ik heb je hulp nodig. Nee, sorry schat. Ik kan je echt niet helpen, schat. Als ik jou help, dan raak ik mijn baan kwijt. En dan eet ik rijst met pepernoten. En dat kan ik niet sjouwen, schat. Maar alsjeblieft, ik ben mijn pasjes vergeten thuis. Nu, er is een patiënt en die moet je voor mij uit de melkvleugel halen. Oké, dan kan ik verder met mijn onderzoek. Ik ben hier klaar mee. Ik wil hier niets, maar dan ook niets mee te maken hebben. Wat hebben ze met je gedaan? Gewoon een beetje indikt. Dit kan je echt niet doen. Dan kan deze patiënt gewoon hier liggen. Het scheelt mij heel veel tijd, want dan heb ik per dag 20 minuten reistijd minder heen en weer naar de melkvleugel. En voor mijn onderzoek is het. Ja, voor je onderzoek, ja. Maar en wat als er bezoek komt? Hè? En dan? Je kan dit niet doen en dan helemaal niet op deze manier. Dit gaat echt prima. Zo kan iedereen erbij, artsen, bezoek. En per patiënt komen er 2-3 bezoekers per keer. Dus dat gaat makkelijk. Wat? Ja, wat? Vind je me nou ook sexy of alleen als ik boos ben? Hallo? Oké, boys, hebben we allemaal zin in? Yo, let's go! Jongens, ik vind dit best wel eng. Ik weet niet waar wij zijn. Nou, maak je geen zorgen, man. Gisteren ook gewonnen. Hoe bedoel je? Gewoon de eerste gisteren. Oké. Maar ik moet naar Hilversum. Nee, man. Het is Verdansk. Oké, lumber. Spring. Go. Oh, god. Wat gebeurt hier? Ik ga daar. Parachute. Oké. God, het lijkt in de verste verte niet op Hilversum dit. Niks, geen mediapark. Oh, voor rood stadion. Ik ben nu bij een bepaald stadium. Waar zijn jullie? Let's go Lumber. Gure stad, van boven leek het mooi met groen, maar dit is helemaal bruin, jongen. Helemaal bruin en dor. Een soort gracht in aanbouw. Hé, een molen. Wacht even. Nee, dit ruikt niet naar Nederland. Ik ben keihard rechtdoor aan het rennen. Nou jongens, waar zijn jullie? Ik kom naar jullie toe. En iedereen die wil ons dood hebben. Degene die het laatste overblijft, die wint? Ja. Oké. We zitten bij het kerkje. Er zit een prachtige kirche. Je kunt niet bedenken dat dit ook oorlogsgebied is. En kijk hoe ze rennen. Ja. Het lijkt net of ik aan het prediken ben hier zo. En toen kwam God en die zag dat het goed was. Ja, sta op en wak. Wat moet je doen dan in Hilversum? Ja, ik moet naar het Mediapark Hilversum, maar daar zit Hanna Hoekstra. Huh? De actrice. Maar waar zit ze in dan? In Netflix? Ja, dat is... God joh, je kan haar kennen van haar acteerwerk gewoon. Ip, Helleveeg. En ze zit natuurlijk in Horizon Zero Dark Thirty. Kijk, met de Marobots moet ze uiteindelijk volgens mij Osama Bin Laden proberen te achterhalen ergens in het gebergte. Ja. En jij kent haar persoonlijk? Of? Nou, kennen. Ik...
ik denk dat wij op een of andere manier wel te gek bij elkaar passen of zo. Dat is gewoon een gevoel. Ja, lastig uit te leggen zonder creepy te klinken, maar ik vind dat best wel geen stalker of zo. Nou, volgens mij wel. Want zo moet je dat niet doen, man. Oké, als jij het zo goed weet. Hoe doe jij dat dan met vrouwen? Stel je zit ergens in een kroeg of zo? Nee, er is gewoon meteen op iemand afstappen en je laat je idee zien. En oh, ja. Ik ben elder in. Dan erop afstappen. Ja, en dan zeg je, ik hou van Reddit, jij ook? Zit je dat te doen met die auto, jongens? Dit is wel heel erg binnen de bewaren kom. Nou in. Krijgen we na, jongen. Ik kan het beter ergens anders neerzetten, dat vind ik een beetje raar. Staat gewoon Funix, staat gewoon aan. Kut. Nou, Hoekstra, ja, ik heb hem gegoogeld. Je moet eerst eerste worden, man. Als je haar wil zien. Ja, Kiel, zorg eerst maar een keer dat je wint. Als zijn jullie beroepsmarcheerders of zo. We moeten nogal afstanden afleggen, hè, of niet? Ja, bij zulke mondiale conflicten wordt natuurlijk eerst de burgermaatschappij getroffen. Geen openbaar vervoer, niks. In de benenwagen, tram 11, naar waar je heen wil. Ja, laat me opschieten, gasten. Wat ruikt het hier gaar, hè? Normaal, als je bij zo'n stadion aankomt in een welvarende maatschappij, dan ruik je de hotdogs al. Aan de overkant van de snelweg, maar hier heb ik iets in de fik staat. Nou, dit is al heel lang geen hockeywedstrijd geweest hier. Misschien hadden ze hier wel cricket. Jongens, kunnen we niet gewoon een kuil graven en gewoon wachten tot het klaar is? Gewoon wachten tot de VN het overneemt? Dit is gaaf, hè? Dit vind ik vet. Yo, bro, waar ga je? Het is gewoon een relaxed dorp eigenlijk, als je het zo ziet. Laat een beetje bij elkaar blijven dan. Hey, ik word helemaal kaart in mijn reet geschoten. Ja, ik ga niet bedoel ik. Ping, 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 ping. Oh joh, ik ben helemaal afgeschoten. Ja, ik schoot op hem, maar ik kreeg hem zwaar in mijn rug. Hij schoot mij gewoon in de kont. Ik schiet mij gewoon in mijn rug. Ah, het is de puut. Het zijn die Fransen, die kennen maar één schildwoord. Ze zijn ook niet verder gekomen dan die middeleeuwse clownvorm van humor, hè. Ik ben de nar en ik spreek Frans. Nou, kiekaboe. Is dit een gure plek? Ja, dat is de gulag, man. Dat is 1-1. Als je deze wint, dan kom je weer terug bij ons. Ja? Ah, oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Time to earn your freedom, soldier. Oh. Heerlijk. Nou, dankjewel jongens. Ik vond het leuk. Ik ga lekker door naar Hilversum. Het gaat er ergens een helikopter dan? Want ik ben hier ook per helikopter geweest. Gasten. Ik hoor jullie niet meer. Het spel begint opnieuw bij mij. Hallo? Eerst winnen, dan Hilversum. Dit meen je niet, toch? Moet ik nou die hele map afschieten? Ja, Kiel, zorg eerst maar een keer dat je wint. Ja, maar jongens, ik heb een afspraak. Ik heb een ding. Ik wil maar niet oorlog op grote schaal. Ik wil dit helemaal niet. Ja, maar jongens, je hebt gewoon twee verschillende soorten mensen. Dat zijn jagers en prooien. En ik ben geen jager. Ja. Ja, we slaan het op. Ja, ik... Godsamme. Zit ik weer in die gevangen? Jezus, ik zie hem toch? Nou, kom op zeg, hou eens op. Hou eens op met mijn doodschieten. Wat heb ik jou gedaan dan? Hoe slaat het nou van? Jezus Christen. Tuurlijk. Ja, dag. Hallo, Rico Vers in een stoompijp. Hoe slaat het op? Ja, dag. Ik wil een civiliaan leven leiden. Ik wil op date. Jongens, ik wil dit niet. Hou op met mij neerschieten. Op met mij neerschieten. Jagers en prooien. Prooien en jagers. Jagers en prooien. Het doel heiligt de middelen. Misschien waren jagers eerst ook prooien. Een mens kan veranderen. Een mens kan wennen aan zijn habitat en erin groeien. Prooien. Ik zie alleen maar prooien. Oké, dus dit is waar jullie me willen hebben. Oké, nou dan kan je het krijgen ook. Hier voor je, jongen. Doei. Hup je darmen. Nooit terug naar mij toe keren. Nooit doen, jongen. Ik krijg angst. Dat is grappig. Volgens mij slaap je hier een ratje rond. Huppatee, wat dacht jij dan? Bij de superchat zegt dat ik een andere blik in mijn ogen heb. Hup, weg. Get the fuck out. Move. En maar even afkoelen in de goalie. Ja, nou voel ik er ook niks meer bij. Het zijn gewoon nummers. Ja, maar ze willen mij toch ook dood hebben? Ik krijg ook. Niet, maar ik krijg vibratie binnen. Via mijn knop. Dan schiet je eerst gewoon dat armorale eraf. En dan kom je bij de vitale organismes. Daar gaat een trein. Ik kijk een beetje op die trein van Hitler. Met zo'n geblindeerde cabine. Omdat hij alle wrakken om zich heen niet
aan durfde te kijken. Sterk, hè? Dat is volgens mij het laatste. Ja! Ja! Yes! Yes! Anna, kom maar aan. Huppatee, er komt de helikopter al. Geweldig, man. Hi, hi, hallo, ja. Hup, ik zit. Gaan. We gaan naar Nederland, toch? We moeten via Roemenië, oké. Ja, maak me geen rijt uit. Joe. Shit. Zijn we allemaal dood? Ze hebben allemaal door mij het leven gelaten. Never judge a book by its cover, hè? Knuffeltje, alles goed? Maar serieus, wat is dit? Mijn pasje doet het niet. We hebben hem wel goed schoongemaakt, schat. We hebben hem in de magnetron gezet. Nee. Misschien heb je hem in water laten vallen. Hij doet hem inderdaad niet. Hè? Maar hoezo? Ik werk er gewoon. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het even voor je nachecken. Ik ben bang dat je account is geblokkeerd. Momentje. Nee, daar gaat het niet over. Ik weet niet wat Jeppe allemaal gezegd heeft, maar als er iets tussen jou en mij is, dan kun je toch gewoon naar mij toe komen. Ah, ah, ah. Dit gaat over meer. Dat jij protocol breekt. Ik heb dit van mijn levensdagen nog nooit gezien hier op de afdeling. Dat een co-assistent zelfstandig, zonder iemand iets te laten weten, Tetris gaat spelen met patiënten en bedden? Bij deze desbetreffende patiënt in mijn onderzoek valt ongelooflijk veel te ontdekken. En als deze patiënt ineens naar de kelder wordt verplaatst... Kelder? Hoezo? Dit is ongelooflijk, hè? Ik snap dat jij als luxe paardje alles wel een kelder vindt. Maar in de oorlog, daar zaten ze in kelders. Eng wijf. Gevaarlijk. Oké, zaal dan. Wat daar dan ook gebeurt. Maar als een patiënt daar ligt weg te rotten, dan komt hij natuurlijk nooit uit zijn coma. En ik heb het idee dat jullie überhaupt patiënten best wel snel opgeven. Schijt aan, hup, volgende, next. Dus dat is hoe jij over deze afdeling denkt? Nee. Schijt aan, hup, volgende, next. Schijt aan, hup, volgende, next. Nee. Schijt aan, hup, volgende, next. Nee. Zo bedoel ik het natuurlijk niet. Jij bepaalt niet hoe lang een patiënt hier blijft liggen. Dat bepaalt Jeppe niet en ik ook niet. Dat doet de directeur. Ik bepaal ook niet wie er hier blijft werken en wie niet. Het spijt me, maar het besluit is reeds gevallen. Thank you.